De agenten die we hier zien komen af op een melding van twee agressieve honden. Die zouden in de Socratesstraat in Nieuw-West een derde hondje hebben aangevallen. Als de eigenaar daartussen komt, raakt hij gewond. Een buurvrouw belt dan de politie. Die schieten een van de honden neer. In de buurt is er al snel chaos. Het schieten zou onterecht zijn. En volgens de eigenaresse is haar hond niet agressief. Ze hebben tegen mij gezegd dat hun werden aangevallen door die honden, terwijl dat dus niet het geval was. Nee, u vindt van niet? Nee, want ze zijn gewoon speels, dat zie je toch ook. En die agent viel en die voelde zich waarschijnlijk bedreigd en daarom heeft hij geschoten. Maar je ziet toch niet dat de hond op hem afrent? Het beeld dat wij hebben is dat er iemand fors is gebeten door deze honden. Dat er een auto aan de voorzijde fors beschadigd is. En dat het de collega's niet lukt om die honden die losliepen, wat op zich al niet kan natuurlijk, onder controle te krijgen. Worden ook aangevallen en dan is het beeld dat er een zodanige dreiging uit ontstaan dat wij het noodzakelijk vonden om ons vuurwapen te trekken. Beide honden zijn in beslag genomen. De gewonde hond is ook overgebracht naar het dierenziekenhuis. De man die is aangevallen wordt ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. U bent wel gewond geraakt, toch? Aan uw arm, zie ik. Ja, dit is dus oppervlakkige vleeswond. Maar dan denk ik, ja, waarom laten ze die honden nou loslopen? Maar ik heb me wel afgevraagd, was het nou echt nodig dat de politie geschoten heeft? Wees eerlijk, want jullie hebben de verkeerde hond neergeschoten. Gewoon eerlijk zijn. Is er reden om toch te twijfelen aan de heftigheid van deze inzet? Ik heb daar geen reden toe. Alleen het is altijd goed om ons handelen daarin te laten beoordelen. Door mensen die daar binnen de politie ook onderzoek naar doen. Uiteraard zal de officier van justitie moeten kijken van, goh, is dit allemaal rechtmatig? En die zal ook een beslissing nemen over wat er met deze honden gaat gebeuren. En wat gaat er nu gebeuren met uw hond, mevrouw? Ik moet in laten slapen en als ik niet opschiet, gaan ze er ook in laten slapen. Dus ik moet er vandoor, want ik ga niet mijn hond, dat voor mij mijn kindje is, die onschuldig is, laten inslapen. Ik ken dat de hond maar altijd. Agressief? Agressief. Je praat over de allerliefste hond, de allerliefste halve pitbull ter wereld.